Ik ben zelfs heel zenuwachtig, want we zijn heel druk bezig met de laatste voorbereidingen. En volgende week gaan we opbouwen. En 6 tot 11 maart staan we in de Rai Amsterdam met al onze modellen. En ook met de splinternieuwe G7. Ja, de Rai Tenderline G7. Hè? Een primeur. Ja, jazeker. Ik heb eigenlijk een boot ontwikkeld wat een beetje een tegenbeweging is voor alle sloepen. Ja. Het is een langzaam varende boot. Je kan er met een grote motor ook snel mee varen. Maar hij heeft eigenlijk alles in zich om een heerlijk dagje gewoon in de grachten plezier te hebben. Maar hoe wist je nou dat er een tegenbeweging moest komen voor de sloep? Nou, er zijn weet ik veel 150 of wel meer sloepmerken. En die maken ongeveer allemaal hetzelfde. Een sloepje. Nou, ja. Ik denk, nou, dat is mensen, zijn ze toch wel eens een keertje een beetje klaar mee. Maar dat heb je gewoon zelf bedacht? Niet onderzoek gedaan of aan vrienden gevraagd? Nee, je moet daar gewoon een beetje, denk ik, in vooruit lopen. Je moet proberen je eigen markt te maken. Niet meegaan op wat mensen willen. Ik vind dat mensen behoefte hebben aan dit bootje. Gut feeling. Ja. En het is, je hebt hem wel eens eerder genoemd, hè, want we hebben het eerder over gehad hier in de uitzending. De anticrisisboot. Ja, ik noem hem de anticrisisboot. Want kijk, ook in deze tijd moet je zorgen dat je een beetje goedkoop iets leuks neer kan zetten. Dus wij hebben een kwalitatief product. Hoogwaardig aluminium. 7 meter lang voor nog geen 25.000 euro. Helemaal maar nog vaak klaar met motor. Maar nog even, de anticrisisboot en dan noem je hem de G7. Ja, nou, het is gebaseerd, de boot, op een genieboot. Het is een knipoog naar de falende eurolanden. En ik denk, het moet beginnen bij de ondernemer zelf. Die moet het initiatief tonen om deze tijd te keren. Ja, het is een vrij... Ik heb hier een plaatje. Hartstikke... Nee, het is een vrij aparte boot. Laat ik het zo omschrijven. Ja. Niet in alle, het is aluminium. Ja, een vierkant bijna. Ja, ik vraag me af, vinden mensen dit mooi? Want ik vind namelijk oerlelijk. Ja, sorry. Ik vind het echt lelijk. Ja. Ook daar zit de schoonheid in natuurlijk. Die, ja, Ben, die heeft een bij van mij. Nee, maar ja, nou, leg uit waarom het wel mooi is. Ben, volgens mij ben je ook geen bootjesman. Nee, ik ben geen bootjesman. Dan kan je het ook helemaal niet beoordelen. Het maakt ook niet uit dat ik hem lelijk vind, maar waarom vinden anderen dit nou wel mooi? Nou kijk, we hebben natuurlijk wel gezocht en daar is het genieboot, deze enigszins hoekig model, heel geschikt voor. Hoe maak ik hem ook goedkoop? Want kijk, in deze tijd, ik bied iets heel erg moois, iets heel duurzaams, iets wat heel lang meegaat aan voor weinig geld. Ja, dan kan je niet... Geld, ja, zie dat hij lelijk is, maakt er niet uit. 25.000 euro. Ja, toch? Maar kijk, voor 25.000 euro, waar je dit voor koopt en vergelijkbaar gaat met wat er op de markt is in dit segment, dan is het echt, echt heel goedkoop. Maar doe dat eens even. Dan vergelijk deze boot dus met andere boten die we ongetwijfeld straks ook op die Hiswa gaan zien. Nou, je hebt bijvoorbeeld... ja, dat vind ik een beetje name-dropping. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Er zijn genoeg van dit soort, eigenlijk vooral voornamelijk ook Chinese makelij, wat in deze prijsklasse aan sloepen op de markt brengt. Maar zijn die duurder of zijn die minder zijn, groot? Nee, of die zijn kwalitatief mooier, slechter, of ja, lelijker? Weet je wat het met dat soort producten is? Dat ziet er schitterend uit als je het uit de verpakking haalt. Maar ga er niet een jaar later naar kijken. Want dan is het toch echt wel... merk je maar dat de kwaliteit minder is. Doe nog één poging. Steve Jobs heeft ons toch geleerd dat alles stylisch, esthetisch 100% moet zijn. Dat en jij maakt dan boot. Een lelijke boot. Nee, nee. Mensen, ga alsjeblieft kijken op de website. Het is geen lelijke boot. Dat moet je gewoon zelf beoordelen. Ja, dat vind ik ook hoor. Je hoeft je niet alles te laten aanpraten. Nee. Hey, nog even. Want je hebt ook nog een klant en die heeft jou gevraagd om een nieuw model te ontwikkelen. Ja, ik heb samen in samenwerking met een klant van mij zijn we een enorm groot schip aan het ontwikkelen. Of voor mijn doen enorm groot, 10 meter. En daar gaat ook een geheel ander prijskaartje aan liggen. Maar in een mooi team, eigenlijk met mij, twee Naval Architects en de klant, zijn we een waanzinnig mooi designschip aan het ontwerpen. En daarbij hebben we gewoon een goed budget en gaan we dus ook gewoon niet voor de onderkant van de markt. En dan ook dus een mooie boot. Dus je maakt kasten mee, boten die wel mooi zijn. Nee, ja. Maar dus ik kan nu een boot bij jou laten maken, helemaal zoals ik hem wil. Zoals jij hem wil. Al moet hij er als een schater uitzien, zeg het maar. Hij is wij ontwerpen hem. Ik wou dit, het is nog maar de vraag of de smaak van Ben dan ook echt... Is representatief. Ja, ja, dat is echt representatief. Oké, vorige keer hebben we het ook nog even gehad over je deal met Yamaha. Is daar nog iets meer over te vertellen? Nou, dat is ontzettend belangrijk zelfs. Want Yamaha, daar zijn we dus nu mee aan het samenwerken. En wij zoeken in de windstreken van Nederland, zoeken wij 4 dealers. We hebben de eerste al binnengehaald in deze combinatie met Yamaha, bootmotorpakketten en Tenderline. Dus we hebben nu Fort Marina in Warmond. Dat wordt de eerste Tenderline dealer in Nederland. En die gaat dus deze zomer Tenderline combinaties voor ons verkopen in Nederland. Want dan, ik wil zo snel mogelijk die 4 dealers hier in Nederland hebben. Want dan kan ik me weer focussen op Europa. Waar ik nu ook weer met Denemarken, Noorwegen, daar ben ik heel maar erg druk mee in onderhandeling. Dus nu nog 3 andere dealers? Ja, er mogen zich nog 3 aanmelden. Die eigenlijk het liefst natuurlijk ook Yamaha-dealer zijn. Ja, want uiteraard. Dan is het een mooie combinatie. En wat wil je precies van hun?
zij moeten mijn producten gaan verkopen in hun eigen jachthavenwinkel, zeg het maar. Ja. Oké, okay, nou ja, het programma heet niet voor niks zaken doen met... Een tip voor de luisteraars en iedereen. Als je een vrijkaartje wil en je vindt dit een fantastische boot die je in het echt wil zien, Ben... Ja. Dan kun je gewoon op de website je op de nieuwsbrief aanmelden. En ik heb nog beperkt vrijkaarten, dus meld je aan en dan krijg je een kaartje. Ik zou Ben er geen geven, hoor. Nou, ik weet het ook niet, hoor. Nee, niet doen. Edwin, heb jij iets met boten, bootjes? Ja, ik heb een sloep. Met een bedrijf, we hebben een sloep. Maar ik denk dat ik me heel verstandig even niet in deze discussie ga mengen. Want je hebt veel te veel betaald voor die sloep. Nou, ik haat dit soort bootjes op de grachten, want als die tegen je aanvaren, heb je een probleem. Ja, dat klopt ook. Ik bedoel, het gaat erom dat deze mensen onbezorgd kunnen varen. Ik heb een probleem, jij niet. Nee, dat kennen zeker niet de mensen die erin varen. Maar wacht even, ik vroeg of je een boot hebt en jij begint over een bosauto. Nee, ja, ik kijk altijd naar deze vorken. Stangen. En ik zei al meteen, dit vind ik doodeng, want als ik dan heel rustig met mijn sloepje kom en er vaart iemand langs met zo'n boot, dan probeer ik die te ontwijken. Maar als hij mij niet probeert te ontwijken, heb ik een probleem. Ik zeg, één oplossing, koop er zo één. Ja, kijk, dat is een hele praktische oplossing. Ik ga erover nadenken.